Sabine, Ja. ik wilde jou vragen het eerste woord waar je aan denkt als je aan verbinding denkt. Vrienden. Leg eens Ja. uit. Ja, ik woon nog niet zo heel erg lang hier in Utrecht en in Overvecht. En ik merkte dat ik het moeilijk vond om vanuit Amersfoort dan hierheen te verhuizen. Ik was bang dat ik vrienden kwijt zou raken of hen niet meer zo vaak zou zien. En ik merk nu dat het gewoon heel erg fijn is om wel regelmatig met elkaar af te spreken. En dat geeft heel veel, een band. En het is heel fijn om te merken dat dat gewoon ook blijvend is. En dat je nog steeds heel veel met elkaar kan delen. Nice. En zou je dit woord willen opschrijven trouwens? Vrienden. En dan even naast je gezicht houden. Even inzoomen. En verbinding in de wijk. Even wat specifieker. Wat is dat? Verbinding in de wijk? Dat je mensen echt leert kennen en nou ja, zoals net toen ik het vuilnis weg ging brengen en er staat iemand achter het raam, dat je ze gewoon gezellig zwaait. Dat je weet met wie je in de straat woont, in de buurt bent. Dat je elkaar steunt als het nodig is en elkaar weet te vinden. Dat het als thuis voelt.